Hallo, mijn naam is Fee van der Weijden en ik heb taal- en letterkunde gestudeerd van de talen Spaans en Engels. Momenteel studeer ik meertalige bedrijfscommunicatie en ik zou graag enkele redenen willen aanhalen waarom ik vind dat ook jij meertalige bedrijfscommunicatie zou moeten studeren. Dus 1. Als jij, net als ik, zo vlak voor je diploma nog niet zo goed weet wat je eigenlijk met je leven wil aanvangen, dan kan MTB jou zeker in de juiste richting helpen. Want iedere week eigenlijk in het eerste semester komen er interessante sprekers vertellen over hun werkdomein en over wat zij eigenlijk doen in de praktijk. En in het tweede semester wordt je zelf in aanraking gebracht met recruiters die jou op weg willen helpen. En natuurlijk, in het tweede semester heb je ook die interessante stageervaring die je eigenlijk laat proeven van wat het werkleven te bieden heeft. En daar zul je leren kennen wat jij graag doet, maar ook wat je minder graag doet natuurlijk. Een tweede reden waarom MTB zo interessant is, is omdat het eigenlijk een perfecte brug vormt tussen toch wel vrij theoretische universiteit en het praktische werkleven. Want je leert echt je talenkennis omzetten in de praktijk. Zo zul je persberichten schrijven, maar ook persconferenties houden in zowel het Frans, Engels en Nederlands. En wees vooral niet bang voor je Engels of Frans, want je voert eigenlijk alle taken uit in teamverband, dus iedereen versterkt elkaar eigenlijk een beetje. En voor de mensen die geen Engels of Frans hebben gestudeerd op UNIF-niveau, is er altijd de taalvaardigheidslessen die je sterker zullen maken in deze talen. Zo, dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste redenen voor mij om MTB te studeren. Als jij jezelf hierin kan vinden, dan zou ik zeggen, zeker niet twijfelen, gewoon doen.